Welkom op de Efficiënt Onderwijs podcast. Vandaag is mijn gast Guus van Betten. Guus is 30 jaar en heeft een masterdiploma in de geschiedenis. Zijn interesses liggen vooral in de humane wetenschappen, met als specialiteit in geschiedenis, filosofie, moraalwetenschappen en cultuurwetenschappen. Guus, dit is uiteraard niet ons eerste gesprek, wel onze eerste podcast samen, dus welkom. Bedankt voor de uitnodiging. Over je vakken en interesses hebben we het straks, maar kan je eerst eens vertellen waarom je leerkracht wou worden? Wel, ik heb eigenlijk pas enkele jaren na mijn master ook de lerarenopleiding aangevat, de SLO aan HoGent. Ik heb gemerkt dat werken achter een bureau en de hele dag naar een computerscherm staren, dat niet mijn ding is. Tegelijkertijd begon ik alsmaar meer interesse te verkrijgen in het onderwijs en specifiek ook de situatie hier in Vlaanderen. Elke internationale vergelijking op rij boert ons onderwijs verder achteruit. Foutloos kunnen schrijven is er voor veel leerlingen op het einde van de derde graad niet meer bij. Ook op vlak van wiskunde en leesvaardigheid gaat het eigenlijk pijlsnel bergaf. Naar mijn aanvoelen, en ik word daarin bevestigd wanneer ik onderwijsexperten aan het woord hoor, is de bodem nog niet in zicht. Die achteruitgang die ondergraaft nochtans de emancipatorische kracht van het onderwijs. Vroeger was grondbezit bepalend voor iemands status in de samenleving, maar in de kenniseconomie waarin wij vandaag leven, is een diploma de sleutel tot succes. Dat is natuurlijk veel toegankelijker voor een veel breder publiek, wat goed is. Maar met de democratisering van het onderwijs en het streven naar gelijke onderwijskansen, heeft men dus geprobeerd om zoveel mogelijk mensen dat diploma ook te bezorgen. Helaas is dat streven ten koste gegaan van de onderwijskwaliteit. Het niveau ligt in veel scholen gewoon te laag. Ik voelde mij op een bepaald moment geroepen om de groep welwillende leerkrachten te vervoegen die deze neergang willen stoppen. Vlaanderen heeft dan wel een gunstig gelegen haven, maar niet veel grondstoffen. Kennis is onze grondstof en die moeten wij absoluut koesteren. En aangezien kennis hier wordt doorgegeven in het Nederlands, begint alles natuurlijk met een grondige kennis van dat Nederlands. En ook daarin zie ik eigenlijk een rol weggelegd voor elke leerkracht. Ja, als Neerlandicus kan ik dat laatste alleen maar beamen natuurlijk. En ik treed je ook bij wanneer je zegt dat het niveau in ons onderwijs te laag is. Ik heb het erover uitgebreid in mijn vorige podcast en ook wat we eraan willen doen voor leerlingen in het secundair onderwijs en meer specifiek in het ASO. Wat zou jij specifiek willen bereiken voor je leerlingen en ook voor jezelf als leerkracht? Wel, in de allereerste plaats moet de leerkracht natuurlijk een vakexpert zijn. Dat betekent dat hij zijn vak grondig moet kennen en zich daarin ook moet blijven inlezen en bijscholen. Daarnaast moet een leraar zich ook kunnen bedienen van foutloos standaard Nederlands. Ik hecht heel wat belang aan taalontwikkelend lesgeven. Door natuurlijk zelf op mijn taal te letten, maar ook door moedwillig nieuwe woorden te introduceren tijdens de les, die ik dan ook meteen verklaar of laat verklaren door leerlingen die deze woorden reeds kennen. Taal is als drager van concepten onlosmakelijk verbonden met leren en met denken. Elke leerkracht zou daarom ook altijd een stukje taalleerkracht moeten zijn. Naast de focus op taal en op mijn vakken is er nog een derde focus, namelijk die op kritische zin. Dat gaat dan niet enkel over historische kritiek, maar ook algemene kritische zin als een vakoverschrijdende vaardigheid. Karel de Grote had in zijn eigen tijd al geleerden en analenschrijvers in dienst aan het Hof die hem zo positief mogelijk moesten belichten. Dat heeft doorgewerkt in de beeldvorming rond Karel de Grote tot diep in de 20e eeuw. Terwijl het hier natuurlijk ook gaat om een zeer vrede vorst die slachtpartijen aanrichtte in onder meer Friesland en Saksen. Er zijn ook heel wat bronnen verdwenen in de nevelen van de geschiedenis, zoals men dat zegt. Bibliotheken die zijn afgebrand met informatie die ons dus nooit bereikt heeft. We weten dus lang niet alles. Ik leer mijn leerlingen om niet enkel kritisch te kijken naar het verleden, maar ook naar het heden. Die twee hangen namelijk samen. Een leugen die vandaag gepubliceerd wordt, is morgen geschiedvervalsing. Een goede historicus moet dus ook altijd een kritische observator van de eigen tijd zijn. Ik probeer mijn leerlingen aan te leren dat ze zich niet op de mouw moeten laten spelden en een onderzoekende houding aan moeten nemen. Veel historische info die ik in mijn lessen geef, daar maak ik mij weinig illusies rond, die zal vermoedelijk niet blijven hangen op de lange termijn. Maar de kritische ingesteldheid die ik hen tracht bij te brengen, die heeft hopelijk een meer residueel effect. Uit gesprekken die we al gehad hebben, blijkt dat we over heel wat zaken hetzelfde denken.
Bijvoorbeeld dus ook over die kritische ingesteldheid die je wil bijbrengen aan je leerlingen. Zelf op onderzoek gaan is cruciaal. Dat vergt natuurlijk veel tijd en moeite en daarom zullen er slechts weinig dat doen. Om er net voor te zorgen dat de meeste, hopelijk alle leerlingen van ons, toch die moeite willen doen om zelf op onderzoek te gaan, willen wij, leerkrachten van het project Efficiënt Onderwijs, onze leerlingen een goede mentaliteit aanleren. Die mentaliteit is even cruciaal als een kritische ingesteldheid, een groeimentaliteit, een mentaliteit van hard werken, discipline, volharding en inzet. Zo zullen onze leerlingen indoctrinatie herkennen in het secundair onderwijs. En die indoctrinatie is absoluut zeker aanwezig in scholen en in onze maatschappij. Hetzelfde geldt voor fake news. In aflevering 5 heb ik het trouwens uitgebreid daarover. Dus, beste luisteraar, beluister na deze aflevering ook eens die podcast. Nu we het project Efficiënt Onderwijs nog eens vermeld hebben, wat bevalt er je aan het project? Ik weet uiteraard het antwoord al. En ondertussen zal de luisteraar ook wel een vermoeden hebben. Maar vertel het nog eens even in je eigen woorden voor alle duidelijkheid. Oké, onderwijs, dat is voor mij een verhaal van rechten en plichten. Kinderen hebben natuurlijk het recht op het best mogelijke onderwijs. En volwassenen hebben ook de plicht om hen daarin te voorzien. Maar leerlingen zijn het natuurlijk ook aan zichzelf verplicht om alle kansen te grijpen die hen worden aangereikt. De focus op excellentie bij efficiënt onderwijs bevalt mij ten zeerste. Zeker in combinatie met de aanpak op maat, waardoor iedereen ook de kans krijgt om te excelleren. Daarbij mag de lat nog eens hoog gelegd worden. De eindtermen die vandaag gelden in het Vlaams onderwijs zijn het absolute minimum. En zelfs die worden in veel scholen eigenlijk al niet meer gehaald. Dat is tijdverlies. Dat is ook verkwisting van talent. En allebei zijn dat zeer kostbare dingen. Ik geloof ook dat de kennisoverdracht in het onderwijs beter en efficiënter kan. En ik denk dat efficiënt onderwijs met haar focus op specialisatie en de keuze van verplichte vakken op het goede spoor zit. Voor meer informatie over wat efficiënt onderwijs is en wat we denken en wat we willen bereiken, verwijs ik graag nog eens naar de vorige podcast. En ik hoop dat jullie daar ook allemaal uiteraard naar geluisterd hebben. Indien dat nog niet het geval is, zeker doen. Laten we nu eens overschakelen naar jouw specialisatie, namelijk geschiedenis. Kan je eens aan de luisteraars vertellen waarom je gekozen hebt voor dat vak? Ik heb eigenlijk heel wat interesses. Ik heb ook heel lang getwijfeld over wat ik zou gaan studeren. Kiezen is altijd een beetje verliezen, hè, om het met een boutade te zeggen. Uiteindelijk heb ik besloten dat de meeste interesses aangesproken zouden worden met een opleiding geschiedenis. Dat is volgens mij het meest omvattende studiedomein, omdat het heel wat deelaspecten heeft die op zichzelf eigenlijk al een studie waard zijn. Er is de geschiedenis van het individu, van groepen, van gebeurtenissen. Maar net zozeer kom je in de opleiding in contact met economische, politieke, technologische, culturele ontwikkelingen en processen. Allemaal buitengewoon interessant. Ik wou de mens en de wereld beter leren kennen, zowel op microniveau als op macroniveau, en zag een master in de geschiedenis als de beste weg daarnaartoe. In aflevering 8 en aflevering 9 van de Efficiënt Onderwijs podcast heb ik het al behoorlijk uitgebreid gehad over het vak geschiedenis in het secundair onderwijs en ook over mijn eigen interesses in dat vak. Beide afleveringen zijn van augustus 2019, bijna exact een jaar geleden dus. Dus beste luisteraars, opnieuw, luister na deze aflevering zeker ook eens naar die afleveringen. Daarin ging het onder andere over bijvoorbeeld het veranderen van straatnamen. Dat kwam in die periode toen in het nieuws. De voorbije weken en maanden werd het ene na het andere standbeeld van historische figuren beklad, verwijderd of neergehaald. Dus nog eens een heel stuk erger eigenlijk dan die periode vorig jaar over de straatnamen. Dit is een onderwerp waarover we op zich al meerdere podcasts kunnen maken, maar dat is op dit moment niet de bedoeling. Wellicht in de nabije toekomst nog wel. Ondertussen vroeg ik me wel al af, Guus, wat jij als leerkracht geschiedenis over die gebeurtenissen verteld hebt aan je leerlingen. Goed, de meest recente beeldenstorm die is komen overwaaien uit de VS is vanuit historisch oogpunt of vanuit historisch perspectief geen nieuw fenomeen. Bekend is natuurlijk de beeldenstorm van 1566, die spreekt tot de verbeelding, waarbij fanatieke protestanten het gemunt hadden op de standbeelden, in katholieke kerken, op katholieke symbolen. En ook toen al was dat een goed excuus voor vandalisme en plundering. Beeldenstrijd bestond ook al eerder, in de Byzantijnse tijd. De kern daarvan was eigenlijk telkens religieus. Wat we nu zien gebeuren, dat is van een meer sociopolitieke aard. Maar ook dat is eigenlijk niet zo nieuw. Eigenlijk blaast BLM nieuw leven in een Romeins gebruik van de Damnatio Memoriae, of de vervloeking van de nagedachtenis. Dat is de vervloeking en uitwissing van een persoon uit het collectieve geheugen.
Dat deed men door alle beeltenissen en vermeldingen van een persoon uit het openbare leven te verwijderen, van gebouwen, van archieven, van munten, kunst, standbeelden. Ook Stalin hield er eigenlijk zeer gelijkaardige praktijken op na, betreffende zijn tegenstanders en voorgangers. De wijze waarop we daarnaar kijken, wat we daarbij voelen, dat hangt eigenlijk vooral af van onze eigen standpunten. Toen het standbeeld van Saddam Hussein in 2003 tegen de vlakte ging, vond men dat in het Westen niet zo'n slechte zaak. Maar wanneer IS in 2015 tekeer ging in Palmyra, vonden we dat heel erg. Onze eigen mening, onze eigen gevoelens ten aanzien van het leidend voorwerp bepalen vooral hoe we naar zo'n beeldenstorm kijken. Inderdaad, iedereen heeft daar wel een mening over. En meningen zijn subjectief en verdeeld. Het is een complex debat, wat het dus sowieso al moeilijk maakt om erover te praten met pubers en tieners. Maar nu bemoeilijkte ook corona nog eens de zaken. Heb je wel de kans gekregen om er veel over te vertellen aan je leerlingen en het debat aan te gaan? Ja, eigenlijk wel. Als leerkracht geschiedenis ben ik het debat zowel in de klas als bij het afstandsleren niet uit de weg gegaan. Het afgelopen jaar stond ik onder meer in een concentratieschool waar de meerderheid van de leerlingen een migratieachtergrond heeft. Ik heb dat als zeer leerrijk ervaren, zeer aangenaam ook, maar het viel mij toch op dat de druk op hun schouders om mee te gaan in dat zwart-wit narratief zeer groot is. Laatste wat die jongeren volgens mij nodig hebben, is dat de wrok tegenover de samenleving gevoed wordt via het onderwijs, door er een eenzijdig verhaal van daders en slachtoffers van te maken. Nuance is nog altijd het beste wapen tegen radicalisering. Ik heb dan ook getracht in mijn lessen om de nuance terug te brengen. Mijn zesdejaars liet ik daarom de film Hotel Rwanda bekijken, over de Rwandese genocide, om het inzicht bij te brengen dat racisme niet enkel in Europa tot wandaden heeft geleid. Het zou me niet verwonderen dat sommige zesdejaars dat niet weten of beseffen, of dat ze geïndoctrineerd zijn en gewoon van niet beter weten. Ik wil er toch even een frappant voorbeeldje bij halen. Op 7 juni in de zevende dag op de VRT was er een debat met onder andere Asita Kanko van de N-VA en een jonge activiste Sandrine Moponami. Beiden zwarte dames. Ik zei het erbij omdat het in dit geval belangrijk is, omdat ze door de VRT werden uitgenodigd om als zwarte vrouwen te praten over hun mening over Black Lives Matter en over racisme, structureel racisme. En Moponami vertelde dat een zwarte niet racistisch kan zijn. Ik ga het nog eens herhalen. Ze vertelde dat een zwarte persoon een zwarte niet racistisch kan zijn. Nu, afgaande op een korte Google-zoektocht, zou ze ongeveer 27 jaar moeten zijn. Als een 27-jarige zwarte vrouw zoiets uitkraamt, dan hou ik mijn hart al vast voor de kennis of het besef van al dan niet zwarte 17 jaren over racisme in de wereld. Hoe zit het eigenlijk met dat besef van vijfdejaars en zesdejaars? Ik heb die scène in de zevende dag toen ook gezien. Ja, inderdaad, dat was feitelijk onjuist en absurd. Maar ik heb die mening wel al vaker horen verkondigen. Ze was niet de eerste en tot mijn verbazing en ontsteltenis toch ook wel, ook door academici. Woorden krijgen plots om onduidelijke redenen een nieuwe betekenis. Ik heb dat trouwens ook gemerkt in de discussie over blank en wit. Er is werkelijk geen rationeel, taalkundig of historisch argument te bedenken waarom blank als woord niet meer gebruikt zou mogen worden om een huidskleur te benoemen. Een aantal mensen voelt zich kennelijk gekwetst door woorden die eigenlijk neutraal zijn. Maar waarom hebben we dan nog woordenboeken nodig als de betekenis van een woord louter afhankelijk is van de waan van de dag? Voor jonge mensen, zeker indien ze weinig lezen, is dat natuurlijk heel verwarrend allemaal. Maar als ik het vergelijk, om op uw vraag te antwoorden, als ik dan nu vergelijk met mijn eigen schooltijd, dan denk ik niet dat de kennis over zulke zaken nu meer of minder aanwezig is dan toen ik school liep, wat voor alle duidelijkheid geen eeuwen geleden was. Ik moedig mijn leerlingen aan om de actualiteit te volgen en om ook verschillende opinies te lezen, zonder daarbij zelf ooit een stelling in te nemen. Dat lijkt mij nog altijd het beste tegengif voor alle desinformatie op internet en in de media. Een van de gevolgen van Black Lives Matter is ook al te merken in het onderwijs. Ik verwijs even naar een artikel van 10 juni. In de huidige eindtermen staat voor elke graad in het secundair onderwijs alleen welke historische periode de leerkracht geschiedenis moet behandelen. Leerkrachten kunnen daardoor zelf kiezen of ze lesgeven over Congo of de decolonisatie. In de nieuwe eindtermen zullen er voor het eerst historische sleutelbegrippen opgenomen worden zoals imperialisme, neocolonisatie en decolonisatie. Dat wordt bevestigd op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weitz. De voltallige Vlaamse regering en het parlement moeten wel nog instemmen met de nieuwe eindtermen.
Black Lives Matter en Weitz zijn het alvast eens. Wat denk jij, Guus? Wel, als ik lees of hoor dat de BLM-activisten willen dat er meer aandacht komt in het geschiedenisonderwijs voor de koloniale geschiedenis, dan ben ik daar een heel groot voorstander van. Ik vind zelfs dat er ook wat meer aandacht mag zijn voor de pre-koloniale geschiedenis van niet-westerse samenlevingen. Zodat het historisch perspectief misschien zijn weg terugvindt naar het klaslokaal. Dat heb ik zelf ook nagestreefd in mijn lessen over bijvoorbeeld Congo. Ik heb er les over gegeven. We moeten op geen enkele manier, daar wil ik zeker duidelijk over zijn, op geen enkele manier moeten wij de gruwel van Leopold II gaan vergoelijken of relativeren. Het onderwerpen of uitbuiten van mensen kunnen we in 2020 enkel maar volmondig veroordelen. Maar het Congolese volk, dat door Leopold II en later door de Belgische staat gekoloniseerd werd, ja, die hebben ook donkere bladzijden in hun geschiedenis, hè? De Bantu-volkeren die daar wonen, zijn niet de oorspronkelijke inwoners van Congo. De Bantu die komen oorspronkelijk uit de streek rond Kameroen. Zij zijn in de loop van de geschiedenis afgezakt naar Congo, waar ze de plaatselijke bewoners, de Pygmeeën, hebben gedecimeerd en de overlevenden tot slaaf gemaakt. Ja, veel Pygmeeën zijn trouwens ook in de kookpot beland, hè? Dat praat de Belgische kolonisering natuurlijk niet goed, maar we moeten echt niet doen alsof het daar één groot feest was dat plots brutaal verstoord werd door Leopold II. Het zijn trouwens ook niet de Europeanen die in Congo de slavernij hebben uitgevonden. Slavernij bestond daar al zeer lang en had heel wat actieve participanten uit de eigen gemeenschap. Het zijn wel de Europeanen die de slavernij daar hebben afgeschaft. De Pygmeeën die nu nog in Congo leven, worden trouwens nog altijd gediscrimineerd en krijgen te maken met structureel racisme. Wat vaak terugkomt en ook steeds luider klinkt in de hele discussie over standbeelden en in het reinen komen met koloniaal verleden en zo, dat is de roep om reparaties of herstelbetalingen. En in die context wordt heel vaak Nieuw-Zeeland en de Maori als voorbeeld aangehaald. Vandaag kennen we de Maori als de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland. Bekend om de zogenaamde haka. Dat is een nogal uitbundige, traditionele dans die bij allerlei gelegenheden wordt opgevoerd en die de toeschouwer met verstomming slaat. De Maori waren in de pre-koloniale periode in de wijde regio bekend als een uiterst gewelddadig volk. Onderwerping van vreemde volkeren maakte gewoon deel uit van hun cultuur, net zoals bij de Azteken in Zuid-Amerika. Ze hebben zich van meet af aan agressief opgesteld tegen de Europese ontdekkingsreizigers. En de oorlogen die hieruit voortvloeiden en die in het nadeel van de Maori zijn uitgedraaid, die zijn niet zo lang geleden zeer royaal vergoed geweest door de Nieuw-Zeelandse overheid. Maar telkens als ik dat voorbeeld hoor, dan moet ik terugdenken aan de onfortuinlijke Moriori. Op de Chatham-eilanden, ten oosten van Nieuw-Zeeland, leefde namelijk al eeuwenlang een naburig volk, de Moriori. Zij waren in tegenstelling tot de Maori nog jager-verzamelaars. Zij hadden een zeer tolerante, zeer vredelievende cultuur. Conflicten losten de Moriori altijd vreedzaam op. Een leger was dan ook niet nodig. Zij hadden ook totaal geen ervaring in oorlogsvoeren, beschikten ook alleen maar over de allereenvoudigste technologie. Ja, ze hadden wel wapens, maar die gebruikten ze toch vrijwel uitsluitend voor de jacht. Maar plots, eind 1835, staat er daar een zeer goed bewapend leger Maori op hun stranden. Die werden door de nieuwsgierige Moriori zeer gastvrij ontvangen, met open armen zou je bijna kunnen zeggen. Ze kregen eten, onderdak, geschenken. Maar de Maori, ja, die waren niet naar daar gekomen om vrienden te maken. Waarschijnlijk ingeleid door de Haka, begonnen ze niet lang na hun aankomst de Moriori af te slachten en op te eten. De overlevenden werden zonder enige uitzondering tot slaaf gemaakt en op een vreselijke manier door de Maori behandeld. Ik wil maar zeggen, onderdrukking, onderwerping, uitbuiting van volkeren die als inferieur beschouwd werden of die minder goed georganiseerd waren, dat vormt eigenlijk de rode draad doorheen de menselijke geschiedenis. In die zin vind ik het echt opmerkelijk dat de focus nogal heel sterk op één bevolkingsgroep ligt om zich voor die geschiedenis te gaan excuseren. En eigenlijk sterker nog, om ook met herstelbetalingen over de brug te komen. Ik vind dat inderdaad ook wel heel sterk. En sterker nog, ik vind het zelfs absurd. Een politica die erom bekend staat om absurde dingen uit te kramen, onder andere ook over herstelbetalingen, is het Amerikaanse linkse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez uit New York.
Enkele voorbeelden. Vorig jaar zei ze nog dat over 12 jaar de wereld gaat eindigen. Nog 11 jaar te gaan dus. Ze zei onder andere ook, climate change is our World War II. Ze zei ook van, is it okay to still have children? Ze gebruikte de term concentratiekampen voor de detention centers for illegal immigrants. Hè, dus voor de opvangcentra voor illegale immigranten. Enfin, eigenlijk meer dan genoeg absurde uitspraken. Bij de show notes van de aflevering op onze website efficiëntonderwijs.be kunnen jullie nog andere voorbeelden terugvinden, maar Google vooral zelf ook eens. Het is echt lachen en wenen tegelijk wanneer je haar bezig hoort. Nu, ik volg de Amerikaanse politiek op de voet en ik had al enkele jaren geleden van haar gehoord. Ondertussen kennen denk ik bijna alle Belgen haar, want ze vond het nodig om Pater Damiaan figuurlijk te besmeuren. Dat deed ze tijdens een rondleiding in het Capitool in de hoofdstad Washington DC. Het Capitool is de zetel van de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, de wetgevende macht. In het Capitool zetelen zowel de Amerikaanse Senaat als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, tezamen het congres genoemd. Nu, wat heeft ze gezegd? Geschreven op Instagram. Ik ga het even in het Engels doen. Even when we select figures to tell the stories of colonized places, it is the colonizers and settlers whose stories are told, and virtually no one else. Check out Hawaii's statue. It's not Queen Liliuokalani of Hawaii, the only Queen Regent of Hawaii, who is immortalized and whose story is told. It is Father Damien. This isn't to litigate each and every individual statue, but to point out the patterns that have emerged among the totality of them in who we are taught to deify in our nation's capital. Virtually all men, all white, and mostly both. This is what patriarchy and white supremacist culture looks like. It's not radical or crazy to understand the influence white supremacist culture has historically had in our overall culture and how it impacts the present day. Ja, Guus, dat kan wel tellen. Wat dacht jij toen je hoorde wat AOC postte op sociale media? Wel, zoals je zelf zegt, hè, met deze uitspattingen is AOC niet aan haar proefstuk toe. Maar nu ging ze toch wel heel erg uit de bocht. Hè. Allee, Pater Damiaan of Jozef de Veuster, zoals hij eigenlijk heette, heeft zich in de 19e eeuw belangeloos ingezet voor arme mensen, zieke mensen op de Hawaii-eilanden en heeft dat zelfs met de dood moeten bekopen. Het mag dan eigenlijk niet verbazen dat die man nog altijd heel populair is bij de inheemse bevolking van Hawaii en dat de Hawaiianen nog altijd op 15 april Pater Damiaandag vieren. Hij is tot op vandaag een symbool van zelfopoffering en naaste liefde. Het lijkt me dan ook meer dan terecht hè, dat zijn standbeeld pronkt in de Nationale Beeldenzaal van het Capitool te Washington. Dat AOC net hem aanhaalt als een symbool van white supremacy, ja, dat getuigt van een perverse kijk op de geschiedenis. Hè. En ik kan dat natuurlijk alleen maar betreuren. Ja, inderdaad, zeer betreuringswaardig en inderdaad ook heel pervers. Ze kijkt alleen maar naar huidskleur en geslacht, niet naar wat beide historische figuren gedaan hebben. Ja. Op die manier mist ze trouwens ook nog eens de kans om meer te vertellen over die koningin. En ik vraag me ook af, wat is voor haar de reden dat die vrouw geschikter zou zijn dan Pater Damiaan? Alleen huidskleur en geslacht telt voor AOC blijkbaar. Ja, identity politics heet dat in het Engels politiek jargon. En ja, it ain't pretty. Het is trouwens ook verwonderlijk dat zij als ja, socialiste, communiste, een koningin voorstelt als alternatief. Ja, dat socialisten en communisten geen fan zijn van de klerus, ja, dat is natuurlijk geen verrassing. Nu, eerder in de podcast hebben we al even corona vermeld. Kan je eens dieper ingaan op de invloed die corona had op het tweede semester in het secundair onderwijs? En welke blijvende gevolgen er zouden zijn voor het secundair onderwijs? Wel, ik heb geprobeerd om voor een zekere continuïteit te zorgen, om in de mate van het mogelijke alle lessen op dezelfde of op een gelijkaardige manier te geven als voor het afstandsleren van start ging. Hè. Het was dan wel voor de webcam, maar in principe was dat nog altijd gewoon een les. Ik werkte al daarvoor met PowerPoints. Via Smart School kon ik die gemakkelijk delen met de leerlingen. Ik heb daarnaast ook alle leerstof die we hadden verwerkt in quizzen op de app QuizUp. Ik weet niet of je die kent, dat is met de smartphone te spelen. Mm-hmm. Een gratis app. Ik ben ook aangemoedigd om die app te installeren op hun gsm's en om elkaar uit te dagen met allerlei lesonderwerpen. Hè. Een beetje om het competitiegevoel aan te wakkeren. En ze konden dat dus thuis tegen elkaar spelen, ook buiten de lesuren. En via de rankings kon ik zelf hun voortgang volgen. En ook ik werd door mijn leerlingen heel de tijd uitgedaagd om die quizzen met hen te gaan spelen. Dat was eigenlijk, kan ik wel zeggen, een vrij groot succes.
Daarnaast gaf ik ook regelmatig taken mee en probeerde ik leerlingen tijdens de les en tussendoor persoonlijk aan te spreken en ook bij te houden wie wel en wie niet antwoordde op mijn vragen. Ik moet eerlijk bekennen dat dat goed ging, tot de onderwijsexperten en de koepels een niet mis te verstane boodschap gaven aan de leerlingen in de loop van de lockdown. En die boodschap was eigenlijk zonder meer, de zomervakantie is begonnen. In de media verschenen namelijk berichten dat er geen toetsen meer gegeven zouden worden, zeker al niet op punten. Van examens was hoegenaamd geen sprake meer. B- en C-attesten werden afgeraden. We mochten ook geen rekening meer houden tijdens de deliberaties met het gedrag of de prestaties van leerlingen tijdens het afstandsleren, tenzij dan dat dat in hun voordeel sprak. En op een bepaald moment mocht ik zelfs geen aanwezigheidslijst meer bijhouden. Natuurlijk, dan houdt het op. Van mijn derde graad verloor ik op slag de helft van de leerlingen. Die verdwenen gewoon met de noorderzon, reageerden niet meer op e-mails, dienden geen enkele taak meer in. Ja, absolute radiostilte. En nu moet ik wel zeggen, als ik 17 jaar was en ik zou die communicatie in de pers gelezen hebben, ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat ze mij nog gezien zouden hebben in de les. Dat vraagt toch wel een zekere maturiteit om op die leeftijd daar dan toch boven te staan. Ik heb buitengewoon veel respect voor de leerlingen die toch nog gekomen zijn aan mijn lessen en voor de ouders die getracht hebben, misschien soms met de moeder wanhoop, om hun kinderen bij de les te houden. Bovendien werd de ongelijkheid in het onderwijs, die er toch wel is, die is gedocumenteerd, die ongelijkheid bij het afstandsleren werd dat zeer dik in de verf gezet. En volgens mij is dat ook wel vergroot. De OESO heeft in het verleden al aangetoond dat in België het diploma van de ouders een heel grote invloed heeft op het diploma dat hun kinderen behalen. Dat bleek ook tijdens het afstandsleren, want de leerlingen die verstek gaven, dat waren overwegend niet de leerlingen van de tweeverdieners of van de ouders die gestudeerd hebben. Het waren vaak kinderen uit kansarme, anderstalige milieus die afhaakten. Net zij eigenlijk die het meeste nood hebben om die lessen te volgen. In die zin heeft corona de ongelijkheid in het onderwijs nog vergroot. Nochtans trachten de scholen waar ik werk veel te remediëren. Er waren gokleerkrachten in de weer. Zorgcoaches draaiden overuren. Leerlingen die geen laptop hadden, die kregen er gewoon een. Ook gratis internet behoorde tot de mogelijkheden. Maar natuurlijk, als de individuele verantwoordelijkheid van die leerlingen niet aangesproken wordt en ze hoeven geen rekenschap meer af te leggen, dan komen we er niet met een gratis laptop. En vaak, als ik een pedagoog of ik hoorde een onderwijsexpert in de media bezig, voor mij als leerkracht voelde dat aan alsof het gras voor mijn voeten werd weggemaaid. Er waren zeker ook uitzonderingen, hè? Maar ook in negatieve zin. Leerlingen die bijvoorbeeld zeer hoog scoorden, zeer participatief waren tijdens de lessen, toen die nog gewoon in de klas doorgingen, maar die tijdens het afstandsleren niet langer konden weerstaan aan de lokroep om de schouders te laten hangen. Zeer teleurstellend, maar ik denk ook begrijpelijk. Ja, ik was de podcast begonnen met op te sommen wat je diploma, specialiteiten en interesses waren. Over geschiedenis hebben we het al gehad. Kan je wat meer vertellen over je interesse in moraalwetenschappen, filosofie en cultuurwetenschappen? Ja, voor mij ligt dat eigenlijk in het verlengde van elkaar. Ik ben geschiedenis gaan studeren om inzicht te verkrijgen in de huidige samenleving, de politiek, de economie. Maar om die domeinen nog beter te begrijpen, moet eigenlijk ook de intellectuele en culturele geschiedenis in beschouwing worden genomen. Die achtergrond is trouwens zeer behulpzaam voor het vak cultuurwetenschappen dat ik ook geef. Er zit van alles in dat vak, hè, gaande van kunstgeschiedenis over filosofie tot de ontwikkeling van de moderne wetenschappen. Voor mij zijn de humane wetenschappen eigenlijk één groot samenhangend verhaal. Om mij in dat laatste nog verder te verdiepen, koos ik tijdens mijn opleiding voor een minor in de moraalwetenschappen en heb ik mijn keuzevakken uit de criminologie en uit de filosofie gehaald. Om ook de geschiedenis van het menselijke denken en de menselijke interactie, goed of slecht, in een zo breed mogelijk perspectief te kunnen vatten. Om deze podcast te beëindigen, zou ik je willen vragen wat je gouden tip is voor leerlingen in het secundair onderwijs? Goeie vraag. Ik denk zelf niet dat er zoiets bestaat als een gouden tip die voor iedereen zal werken. Wel raad ik mijn leerlingen aan om zeer veel te lezen. Niet alleen omdat dit hun blik op de wereld verruimt, maar lezen werkt ook heel taalontwikkelend. Ik ben ervan overtuigd dat er een zeer innige relatie bestaat tussen taal, denken en de werkelijkheid.
Men kan maar zoveel denken als dat men woorden kent. Enfin, ja, het is te zeggen, zonder taal betekent denken niet veel meer dan het krijgen van visuele of functionele associaties. Maar wie zijn taal beheerst, is beter in staat om de werkelijkheid niet alleen te vatten, maar ook te veranderen. Oké, dankjewel Gus voor dit gesprek en nog even meegeven aan alle luisteraars om zeker eens een kijkje te nemen op onze website efficiëntonderwijs.be, onze Facebookpagina Efficiënt Onderwijs en volg ons ook op Twitter @efficiëntonderwijs. Alvast bedankt en tot de volgende keer.